In San Francisco is er vanmiddag een zombie-apocalypse uitgebroken. De niet-geïnfecteerden zijn overgeplaatst van San Francisco naar Los Angeles. 90% van de bevolking van San Francisco is geïnfecteerd. De reden is nog niet bekend, maar men vermoedt dat het komt door het X-serum van professor Alfred Schneider. We houden jullie op de hoogte van de apocalypse en we wensen jullie nog een fijne dag.